Liberalisme en socialisme zijn twee begrippen die we al veel vaker hebben gezien, maar die ook in deze historische context een grote rol spelen. Ze komen namelijk voort uit de ideeën van de verlichting. En ze passen dan ook goed bij die laatste vraag van die historische context: welke invloed had de verlichting op de politieke cultuur in de 19e eeuw? Nou, en daar gaan we eens even naar kijken. Want dat is dus ook de periode van na Napoleon en na de Franse Revolutie, waarbij dus de macht van die oude vorsten weer gerestaureerd wordt. Denk terug aan dat congres van Wenen. En ja, wat vond de gewone bevolking daarvan? Die vonden dat niet zo leuk. Die burgerij die was er fel op tegen. En wat je dan ook ziet gebeuren, is dat er nieuwe politieke stromingen ontstaan die gebaseerd zijn op de idealen van de verlichting. En dat zijn dus onder andere het liberalisme en het socialisme. Nou, en die gaan in deze video verder op een rijtje gezet worden en we gaan ook zien wat voor gevolgen dat ze hebben. Eerst even wat deze twee stromingen gelijk hebben met elkaar, wat ze gemeenschappelijk hebben met elkaar. Een grote overeenkomst tussen allebei de stromingen is dat ze een geloof hebben in de maakbaarheid van de samenleving. Oftewel, die overheid die kan er echt voor zorgen dat er iets verandert in de samenleving. Die kan die samenleving vormgeven, maken dus. Dat kunnen we met z'n allen. Maar voor de rest zijn er eigenlijk vooral verschillen tussen deze twee stromingen. En hier zet ik even de punten op een rijtje waarin ze verschillen en dadelijk gaan we op die stroming in, dan wordt dat wel wat duidelijker. Waarin verschillen ze? Nou ja, ten eerste hebben ze een andere uitleg van die verlichte idealen. Liberalisme gaat weer uit van het ideaal vrijheid, terwijl het socialisme weer uitgaat van het ideaal gelijkheid. Ze hebben ook een verschillende visie op de rol van de overheid in de samenleving. Oké, die overheid kan de samenleving wel maken of medemaken, maar moet die zich dan veel bemoeien met de samenleving of juist weinig? Daarin verschillen die twee stromingen dus. Ze verschillen ook in de visie op de soevereiniteit van de bevolking. Maar goed, deze stromingen die komen dus opzetten, eerst het liberalisme, later het socialisme in die 19e eeuw en die zorgen ervoor dat er allerlei revoluties plaatsvinden die proberen om de restauratie ongedaan te maken. We gaan nu eerst kijken naar het liberalisme. Daar hebben we het in tijdvak 8 al over gehad. Wil je meer over die stroming weten, zou ik ook aanraden om die video nog even te kijken. We zetten hier even een aantal belangrijke zaken op een rijtje. Waar staat het liberalisme voor? Nou, het is een politieke stroming die vooral uitgaat van individuele vrijheid. Ieder mens heeft het recht om voor zichzelf te beslissen en op bepaalde gebieden voor zichzelf zijn leven zo in te richten zoals hij dat wil doen. En dat is bijvoorbeeld op het gebied van het bestuur. Ieder mens zou zelf moeten kunnen kiezen. Dat is op het gebied van de economie. Er moet een vrije markt zijn. En dat is bijvoorbeeld ook op het gebied van het geloof. En een geloof mag bijvoorbeeld niet opgelegd worden door de staat of door wat voor groep dan ook. Een ander belangrijk uitgangspunt van liberalisme is dus die staat. De bevolking moet beschermd worden tegen een staat die te veel zaken wil reguleren, die zich te veel wil bemoeien met de bevolking. Laat dat maar aan de individuen zelf over. Mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en als iedereen gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, denken liberalen, dan komt het ook wel goed met het geheel, met de samenleving dus. Dus overheid, staat, bemoei je niet zoveel met de burgers. Wat moet je dan wel doen als staat? Wat zijn de belangrijkste taken? Nou, je moet er eigenlijk voor zorgen dat burgers zich zoveel mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen. En daarom moet je zorgen dat het land veilig is en het land dus beschermen tegen buitenlandse vijanden. Dat is een taak van de staat. Ook moet de staat zorgen dat de binnenlandse orde gehandhaafd blijft. Er moet dus ook politie zijn en dergelijke. En als laatste moeten alle openbare werken ook wel door de staat worden uitgevoerd. Wegen, bruggen, spoorlijnen, dat soort zaken. Als de staat die ook aanlegt en bijhoudt, nou, dan scheppen zij eigenlijk met die bescherming erbij de ideale omstandigheden voor het individu om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dat is wat de liberalen willen. En dat liberalisme krijgt veel aanhangers vanaf 1815, vooral onder de gegoede burgerij. En dat zorgt ook voor een aantal opstanden die gebaseerd zijn dus op die liberale ideeën. Zo is er bijvoorbeeld de Belgische opstand. We hebben al gezien in die vorige video weer dat op het congres van Wenen wordt besloten dat er een koninkrijk van de Verenigde Nederlanden komt. Nederland, België en Luxemburg samen. Maar, Belgische opstand, hier zie je het al staan, de Belgen komen in opstand. De liberalen in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk, die zijn ontevreden. Want zij voelen zich eigenlijk gewoon tweederangs burgers. Er is een te grote macht van de koning sowieso, koning Willem I, die al vanaf 1815, of eigenlijk iets eerder al aan de macht is. Die heeft heel veel macht in de grondwet die er is. Het is een constitutionele monarchie, maar in feite ligt de macht gewoon bij Willem I en heeft de gegoede burgerij nauwelijks invloed op het bestuur.
Daarnaast is er dus ook een gebrek aan burgerrechten, zoals bijvoorbeeld persvrijheid. Nou, dat is weer iets waar John Locke het bijvoorbeeld ook al over had, iets wat liberalen echt ter harte nemen. Ieder mens heeft recht op die natuurlijke rechten en die moeten gegarandeerd worden, maar hier zijn ze er dus niet. En die Belgen die voelden zich dus ook ja, toch een soort tweederangs burgers, zowel in taal als in bestuur. Veel Belgen spraken en spreken nog steeds trouwens Frans. Nou ja, en dat zag je dus niet terug, want het Nederlands was de officiële taal. En ook in het bestuur, daar zaten vooral Nederlanders en geen Belgen. Het gevolg van die Belgische opstand is dat België uiteindelijk na een strijd onafhankelijk zal worden. En ook dit is weer een gebeurtenis waarvan de examenmakers zeggen, hé, dit voorbeeld, dat moet je kennen. En dit past opnieuw bij die democratische revoluties, dat kenmerkend aspect. In zekere zin is dit ook nog een soort van democratische revolutie, al moet ik een beetje oppassen terwijl ik dat zeg. Maar het past vooral bij dat kenmerkend aspect de opkomst van die politiek-maatschappelijke stromingen. En dan vooral het liberalisme, maar voor een deel misschien ook wel dat nationalisme. Omdat je hier toch een soort Belgische identiteit tegenover de Nederlandse identiteit geplaatst ziet worden. Oké, maar dit is niet de enige opstand die plaatsvindt. Er zijn wel meer opstanden, ook in het jaar 1830 bijvoorbeeld is er in Frankrijk een grote opstand. Maar het jaar 1848, dat komt echt bekend te staan in de Europese geschiedenis als het revolutiejaar. En dan zijn er in verschillende plekken liberale opstanden, liberale revoluties. In Frankrijk, in Oostenrijk, in Pruisen, in Italië, in Zweden, overal. Willen liberalen meer inspraak? Het doel is dan ook de politieke positie van de burgerij te versterken en die van de koningen te verzwakken, oftewel die restauratie eigenlijk zoveel mogelijk ongedaan te maken. Het succes van die revoluties, dat verschilt eigenlijk per land, de grootte van die revoluties sowieso ook. In één land was een hele grote opstand, in het andere was het toch een veel kleinere. Maar wat we vanaf 1848 zien, is dat de liberale ideeën wel degelijk in de politiek ook doorgevoerd worden. Wat zien we namelijk? Er komen overal meer liberale grondwetten. De emancipatiebewegingen die komen opzetten, is een ander kenmerkend aspect van tijdvak 8. En we zien dat de democratisering op gang komt. Steeds meer mensen krijgen inspraak in het bestuur. Zij krijgen stemrecht. En dat zal zich voortschrijden. En ook dat is weer zo'n kenmerkend aspect van tijdvak 8. En een van die emancipatiebewegingen is het socialisme. Daar hadden we het al over. Daar gaan we nu even naar kijken. Het socialisme heeft als belangrijkste uitgangspunt dat er meer gelijkheid moet komen in de samenleving. En dat is iets wat door deze man hier, Karl Marx, goed geformuleerd is. Karl Marx die leefde dus in die 19e eeuw, de tijd waarin die industriële revolutie op kwam zetten. En hij zag dat er steeds meer ongelijkheid kwam. En hij zag eigenlijk dat er in de hele geschiedenis ongelijkheid was. Dat vond hij. Voor hem is het verhaal van de geschiedenis het verhaal van de klassenstrijd. De armere onderklasse die wordt uitgebuit en andere belangen heeft dan de rijkere bovenklasse. En volgens Karl Marx probeert die rijke bovenklasse zoveel mogelijk te verdienen aan die armere onderklasse. Vaak werkte die arme in dienst van die rijke en die rijke wil die arme dan ook zo min mogelijk betalen, want dan had hij zelf meer geld over, dan maakte die meer winst. En Marx die stelde een hele theorie op. De geschiedenis zou zich in verschillende fases voltrekken. De eerste fase is de fase van het kapitalisme, daar zaten ze op dat moment in volgens Marx, in de 19e eeuw, die zou overgaan in de fase van het socialisme en uiteindelijk zou dat uitmonden in de fase van het communisme. Nou, heel even in het kort, die theorie verder op een rijtje, waarbij die klassenstrijd dus echt de achterliggende gedachte is. En dit overzicht is verre van volledig, maar het geeft je even een idee. In de fase van het kapitalisme was er een kleine overheid. Een overheid die zich dus nauwelijks bemoeide met het lot van de bevolking, maar misschien alleen maar deed wat die liberalen eigenlijk wilden. Dus die bescherming van het land en het verzorgen van die openbare werken. Dat had volgens Marx ook tot gevolg dat de productiemiddelen vooral in handen waren van particulieren. Iedereen kon een bedrijf of een stukje grond hebben om daarmee te produceren, om daarmee geld te verdienen. Hier hebben ze een particulier productiemiddel, een fabriek, en die is in handen van deze man. En die man kan die fabriek natuurlijk niet in zijn eentje runnen, dus die neemt allemaal arbeiders in dienst. En die arbeiders die komen dus in die fabriek te werken, die man verdient er geld mee en zijn arbeiders die krijgen daar loon voor uitbetaald. Maar je ziet het verschil al in de theorie van Marx. Die rijke man, die rijke burger, die houdt het meeste geld zelf en die arbeiders die krijgen maar heel weinig betaald. Nou ja, en een liberaal die zou zeggen, dat is prima, want daar heeft die man ook zelf verdiend. Hij heeft het risico genomen om ook die fabriek op te zetten.
En iedereen kan een fabriek beginnen. Maar Marx die zegt dus nee, want wat hij doet met zijn fabriek is hij betaalt zijn arbeiders zo weinig mogelijk, zodat hij zelf zoveel mogelijk winst heeft. Klassenstrijd dus. En met die winst gaat hij zijn fabriek uitbreiden en nog een keer uitbreiden en dan wordt hij zelf rijker van, maar zijn arbeiders die blijven even arm. En het verschil tussen arm en rijk wordt er alleen maar groter van. En socialisten, Karl Marx dus ook, die wilden juist meer gelijkheid in de samenleving. En Marx zag dus in die fase van het kapitalisme wordt de ongelijkheid alleen maar groter. En dat zal er uiteindelijk toe uitmonden dat de arbeiders het op een gegeven moment niet meer pikken. Hun situatie wordt zo slecht dat ze in opstand gaan komen. En dat ze, omdat ze met meer zijn ook, de macht over weten te nemen. En dan komen we terecht in de fase van het socialisme. In die fase van socialisme is er juist een grote overheid die zich heel erg gaat bemoeien met de samenleving. Want die moet uiteindelijk de mensen gaan voorbereiden op de laatste fase van het communisme. Hoe doe je dat? Door de productiemiddelen te herverdelen. Sommige waren nog steeds in handen van een particulier, maar er kwamen nu ook fabrieken die in handen waren van de staat en van een collectief. En overal werd gewerkt en overal werd geld verdiend en dat was al wat eerlijker verdeeld. En zo wenden mensen langzaam aan het idee van hey, die productiemiddelen die zijn eigenlijk van ons allemaal en als wij de welvaart en de productiemiddelen eerlijk verdelen, dan komt er dus meer gelijkheid in de samenleving. En volgens Marx zou uiteindelijk die fase van het socialisme langzaamaan overgaan in die fase van het communisme. De overheid had volgens hem een heel belangrijke taak bij om de mensen daarop voor te bereiden. Maar uiteindelijk zou dat ja, min of meer gewoon overlopen. Dan zou het goed vanzelf gaan. En hoe zou dat dan gebeuren? Hoe ziet zo'n fase eruit van het communisme? Dan is er eigenlijk geen overheid meer nodig, dacht Marx. En de productiemiddelen zijn van iedereen geworden, die zijn gemeenschappelijk bezit geworden. En er is een klasseloze maatschappij ontstaan, een klasseloze samenleving. En dat betekent dus dat al die productiemiddelen van iedereen zijn, dat wordt eerlijk gedeeld en de opbrengsten worden dus ook eerlijk gedeeld. En zo zou er uiteindelijk ultieme gelijkheid komen in de samenleving en zou iedereen gelukkig zijn, volgens Karl Marx.